Ja, want dat ruik je ook echt op de camera. Nee, ik wou gewoon even spreken. Ik dacht zelf dat het terug af te pakken. Lig je dan? Met je bakkes. Nom. We staan nu voor ons hotel, Future Inn. En we gaan nu lopen naar Dr. Rugsby's via het Millennium Square om te laten zien hoe dichtbij het is. Tussen die twee gebouwen. Oké, dan gaan we nu verder lopen. Het is daarachter.
goed is, moet het wel te zien zijn. Het is helemaal uitgezoomd. Oké. Laat één camera uit. Doe maar hipster. Precies, want de bomen staan er wel een beetje voor. Maar als je tussen dat grijs gebouw en die rode gebouw kijkt, zie je dit, zeg maar zo'n soort loods. Dat is de Doctor Who Experience. Het is eigenlijk iets blauw, maar dat zie je waarschijnlijk niet echt goed op de camera. Nee. We lopen wel gewoon nog even verder en dan gaan we onder een bruggetje door. Voor de Torchwood kenners. In aflevering met de Cyber Room staan ze geloof ik daar, waar al die foto's hangen. Bij een deur. Daarachter is namelijk een deur. Dat zag ik op internet, ik heb geen idee wat Torchwood doet. Nou ga je er net voor staan op het moment dat ik ga inzoomen erop. Oké. Okay. Inzoomen heb echt weinig genut hoor, met die lens. En dat restaurantje daar. Daar gaan we straks ook nog eten. Dat is waar de dokter ja, zit die met Jack en Mickey en Rose. En dat hij dan het krantje ziet en dan zegt. Oké, en daar achter Jacco. Je kan het er net niet op zien staan. Nu moeten jullie het als het goed is zien dat het erop staat. Oh, en het is ook wel leuk om te weten. In dat cafeetje daar, dat rare gebouw. Een beetje een geel gebouw. Die daar. Daar zou ze tussen met de Runaway Bride, ze Donna met Lance te praten. Bladibla. Nou, we gaan naar de dat is toch dat kerkje? Nee, niet dat kerkje, dat gebouw daar, dat vage ding. Daar, niet daar, ja. Maar daar. Oh. Juist. Nou, dan gaan we nu naar de Blue Experience. Laat je filmen dan? Nee, ik ga hem nu uitzetten. Oké. Okay. Doei! Doei! Vraag me af hoe hij daar achter komt. Gewoon gesprongen, maar hoe gaat hij terug? Ja, hoe gaat hij terug? Zijn we nu? Ja?
zijn we? We zijn bij de BBC National Orchestra.